Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering Santokki buigt zich over 3 maanden regeerbeleid en controleactie op containers door de Belastingdienst op de haven. We zijn op spoor en zijn de financiële crisis en COVID-19 aan het beheersen. Zo concludeert president Chandrika Prasad Santokki na 3 maanden regeerbeleid. Het staatshoofd heeft op zaterdag 30 november 2020 samen met vicepresident Ronnie Brunswijk en deskundigen het beleid van de afgelopen 3 maanden uitgebreid geëvalueerd. Dit evaluatiemoment vond plaats tijdens een speciale vergadering te Mungo Tapu. Evalueren is volgens de president een zeer belangrijk meetinstrument voor het beleid van armoedebestrijding en het herstellen van de economie. Net als het staatshoofd blikte ook vicepresident Brunswijk positief terug op de periode vanaf aantreden. De communicatiedienst Suriname brengt u een verslag van deze speciale vergadering. Vandaag staan we hier om 3 maanden regering Santokki Brunswijk een evaluatie te doen. Wat wij allemaal hebben gedaan, alle ministeries. Wat wij hebben gedaan in die 3 maanden en wat wij nog te wachten staan. Maar in ieder geval welkom en hier bent u vrij. Geniet van de natuur. En ik hoop dat wij een vruchtbare evaluatie gaan hebben. Dank u wel. Voor het ministerie van Openbare Werken heb ik voorgehouden wat er afgelopen 3 maanden is gebeurd. We hebben geëvalueerd op het moment van overname. Wat is de stand van zaken op personeelgebied, op projectengebied, op een speciale vraag van de regering was ook hoe staat met corruptieonderzoek. Dat hebben we ook gedaan. En hoe staat met personeelszorg. Dat is gepresenteerd geworden vandaag, wat de schuldenlast is, wat de situatie is op materiaal en materieel en welke projecten uitgevoerd zijn, welke on hold zijn en welke we gaan doen. En de tweede vraag was inderdaad, wat gaat het ministerie dan doen voor de resterende maanden, de volgende 6 tot 9 maanden. Dus dat, ook dat is gepresenteerd, dat we met weinig middelen toch gaan proberen in samenwerking met bedrijven projecten voor te zetten, kleine projecten, veiligheid, zebrapaden, loopstijgers. En we hebben ook grote projecten die op de agenda staan. 2 belangrijke projecten die prioriteit hebben voor de regering zijn de quarantainebrug. We zijn al daarmee begonnen. En een tweede zijn de 2 staatsgebouwen die in PPP-verband gemaakt zullen worden. Dat zijn de 2 Twin Towers die op de agenda staan. De voorbereidingen lopen al. En dit alles een beetje gericht op de boost van de olie-industrie. Oh, veel zaken. U weet, mijn ministerie gaat over het overheidspersoneel. Mijn ministerie heeft CBB onder zich, heeft religieuze zaken onder zich, heeft verkiezingen onder zich, bureau gender. Heel veel, maar ik heb me vandaag geconcentreerd op bureau gender, op de verkiezingen, op het overheidspersoneelsbeleid. Ik ben blij dat ik mijn zegje heb kunnen doen, blij dat we evalueren. Maar aan de andere kant, continu zijn we in contact met elkaar, continu zijn we in contact met de president, continu zijn we in contact met de vicepresident. Maar het is goed om af en toe bij elkaar te komen met z'n allen in een rustige omgeving, om te kijken waar het nog beter gaat, om te kijken waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. En ik ben blij dat dit is gebeurd. Ja. Er zijn natuurlijk een aantal dingen die we hebben aangepakt. Die we hebben aangetroffen. Het heeft meer te maken met kerntaken van Defensie, middelenstromen, personeelsbeleid, veiligheid. Wat we hebben gedaan is, we hebben in principe in kaart gebracht wat de zaken zijn en wat we vooral moeten doen. Dus ik kijk naar de toekomst en we hebben gezegd van we gaan moeten organiseren wat het Defensie, wat het leger moet doen naar de toekomst. En er zijn 2 belangrijke aspecten. 1 is, we moeten Suriname beschermen. En 2 is,
We bieden ondersteuning aan de mensen die het hardst nodig hebben. En dat hebben we gedaan, indachtig het beleid van de regering. En dat was COVID-19, armoedebestrijding en bijdragen dat de financieel-economische crisis zo snel mogelijk opgelost wordt. Ja, u heeft het gezien. Ik ben meer voorstander van structureel beleid, duurzaam beleid. Dat betekent, als er problemen zijn met vergunningen, dan wil ik dat versoepelen. Ik wil het vergemakkelijken. Als ik hoor klachten over verkavelaars, verkavelvergunningen, mensen die willen bouwen en het is een belemmering, dan wil ik dat duurzaam oplossen. Er is een goede basis bij ons. Dingen die misschien niet transparant waren, maken we transparant. Ik geef een voorbeeld. Voertuigen die brandstof willen hebben, die moeten nu een formulier invullen. Het moet getekend worden door verschillende mensen voordat je toestemming krijgt. Dus we hebben duurzaam geïnvesteerd en het leuke ervan is dat bij het ministerie van Openbare Werken al dit soort duurzame dingen zitten op de website. Dat nog niet alle scholen begonnen zijn, dat is echt wel een knelpunt. En met name de scholen die over het algemeen al een bepaalde achterstand vertonen in het binnenland. Heel het Marowijnengebied, het zuidelijk Marowijnengebied, is nog niet begonnen. En het heeft natuurlijk grotendeels te maken met het feit dat de bushouders en de boothouders nog niet betaald zijn. Het is jammer, maar we doen ons uiterste best om de betaling zo snel mogelijk rond te krijgen. De overige 62% van het binnenland is wel begonnen. En ik moet zeggen dat de boothouders en de bushouders van dat gebied ons eigenlijk hebben voorgeschoten. Ze hebben gereden zonder dat ze betaald zijn. Maar je kunt niet iedereen dwingen om te werken zonder betaling. Dus we gaan het oplossen. De minister van Financiën is serieus bezig om na te gaan waar we de middelen vandaan halen. In deze 100 dagen, ik schrok ook van mijn eigen lijst van wat we allemaal hebben gedaan, is dat we een traject te hebben uitgezet is, morgen hebben we inderdaad een soft launch van de BNTF-programma, Basic Need Trust Fund. En dat is van grassroots tot ondernemer, waar we jongeren gaan trainen tot ondernemerschap vanaf de 16 tot 25 jaar, 24 jaar, sorry. Dus dat is een van de projecten die we zo snel als mogelijk hebben gelaunched. Morgen gaan we dat launchen. 1 november. En een ander traject is dat we bezig zijn een goed HRM-systeem op te zetten met ethische codes voor alle ministeries en zeker ook voor bedrijven. Arbeidsinspectie bij ons is, heeft een facelift gehad waarbij we nu landelijk opereren en bijna tekort hebben aan arbeidsinspecteurs. Dus die training moet ik gaan opzetten nu. En bij jeugdzaken moet ik zeggen dat we nu bezig zijn met de volledige evaluatie van het jeugdparlement. En het Nationaal Jeugdinstituut gaan we dan herevalueren en het volledig inrichten dat jongeren niet alleen adviserend zijn naar de regering toe, maar dat ze zelf op het veld gaan en adviezen aandragen en oplossingen aandragen voor de probleem jongeren. We zijn op de goede weg en laten we even kijken hoe ver we zijn op die goede weg en wat we nog moeten afleggen. Vergeet u niet bij de evaluatie straks terug te kijken naar uw Bijbel. Waarnaar u ook moet kijken, dat is ons Heilige Schrift. Dat u elke dag moet bidden, maar dat u ook hier naar moet kijken. Dit is onze basis. Hierin is onze basis gelegd. Wat wij gaan doen. In de urgentiefase. 9 maanden is concreet aangegeven wat wij gaan doen. En dat de evaluatie zich ook hierop moet richten. En ik noem de punten op. De 10 punten die we in de 9 maanden moeten uitvoeren. En ik hoor straks in de evaluatie waar we staan met deze 10 punten. En dat moet allemaal binnen de urgentiefase 9 maanden worden uitgevoerd. Waarvan we 3 maanden al hebben afgelegd. 1. Simultane aanpak van de financieel-economische crisis en specifiek de COVID-19 beheersing. 2. Gegarandeerde toegang tot basisgezondheidszorg. 3. Normalisatie van het onderwijs met een achtneem van COVID-19 veiligheidsmaatregelen. 4. Sociaal vangnet voor kwetsbare groepen, ook in het binnenland. 5. Stimulering van de economische bedrijvigheid. 6. Versterking van de instituties van goed bestuur en toezichthoudende organen.
7. Bevorderen van de veiligheid. 8. Corruptiebestrijding. 9. Het aanpassen en ontwikkelen van wettelijke regelingen die een voorwaarde zijn voor beleidsuitvoering. En 10. Directe inventarisatie van de infrastructurele voorzieningen, waaronder energie, water en wegen. Dat is ons 10 geboden voor de urgentiefase. We wensen u allemaal straks een vruchtbare discussie, vruchtbare evaluatie. En mogen ook op deze zaterdagochtend u de zegen krijgen van onze schepper. God bless you. Thank you. Als onderdeel van de belastinghervormingen die momenteel plaatsvinden, is de douane van start gegaan met uitgebreide controleacties. Tijdens deze optredens die op maandag 2 november 2020 aanvingen, wordt er extra containercontrole en controle op de verschillende locaties van de douane uitgevoerd. Wij legden het volgende voor u vast. Het registratiesysteem is niet een nieuw systeem, want ons Asekuda-systeem registreert alle importen al. Maar dit is slechts een registratie van de verrichte werkzaamheden, de controle die is uitgeoefend op elke willekeurig document. En waarbij we dus naar gelang van document, APC-code, de risicoclude die het document heeft gehad, alles in een staat gaan verwerken, een web-based applicatie, zodat dat vatbaar is voor risicoanalyse en om een beleid op los te laten. De regering dus, het ministerie, die heeft met dit registratieformulier hebben ze meer en sneller inzage in documentatie. Want niet ieder heeft toegang tot het Asekuda-systeem om willekeurig daarin te gaan rondneuzen. Maar als het dus nu op een dagbasis wordt bijgehouden, kunnen ze met één oogopslag zien wat er van de haven is gegaan en door wie het is uitgeslagen en op welk documentnummer. Sowieso is het dus dat we een beetje transparanter gaan werken. We waren al transparant bezig, we gaan transparanter werken. Bij de registratie hebben we dus een betere administratieve controle. En ik denk ook dus dat het vandaag, dus vanaf vandaag, zullen we ook de fysieke controle beter moeten uitvoeren. En als resultaat zal het dus zijn meer inkomsten voor het land. Het is goed te noemen. We hebben het heel goed opgevangen. Tenminste, mijn medewerkers hebben het heel goed opgevangen. U begrijpt dus dat elke verandering een beetje weerstand met zich meebrengt. Ik heb het geprobeerd zoveel mogelijk goed uit te leggen, Nasser. We zijn voorbereid voor de nieuwe werking, administratieve werking. Er zijn drie projecten uitgeschreven die nu in uitvoering zijn. En wel bij de afdeling bijzondere wetten. Dat behelst het heel oliegebeuren, import van olieproducten, minerale olieproducten. Die worden ingevoerd in Suriname. Daar is er een werkteam in het leven geroepen die in feite een zaken gaat vastleggen. En ook die processen die daaraan mee gepaard gaan, die worden vastgelegd. En aan de hand van die processen gaan er, als het ware, gaat die handhaving plaatsvinden. En op een betere manier en dat het ook transparant is wat er eigenlijk allemaal gebeurt in het gebeuren rondom de import van olie en olieproducten. Verder wordt het een vrijstellingenregime ook onder de loep genomen. Er is ook een werkgroep samengesteld van mensen van de directe belastingen en mensen van de indirecte belastingen, de douanepoot. En die gaan in feite die productiebedrijven controleren op de doelmatigheid van de verkregen vrijstellingen die ze vanuit het ministerie krijgen.
En daarop gaat er controle uitgevoerd worden. Dus die projecten, die twee projecten zijn reeds in uitvoering. De beschrijving vindt nu plaats. En de controle ten aanzien van die productiebedrijven is reeds een feit. Voor wat betreft de uitvoer van goederen uit het land, dat is het derde project. En daar die maatregelen zijn ook vastgelegd. En die afdeling gaat in feite de handhaving van de controlewerkzaamheden die uitgevoerd worden op het stuk van uitvoer van goederen uit Suriname en met name rondhout. Die gaat ook streng uitgevoerd worden. We kijken als er zo meer inkomsten het land kunnen binnenstromen vanwege deze activiteiten die uitgevoerd worden binnen de douanedienst. Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer.